lessenvoorbereiding, documenten terugvinden, toetsinformatie. Eigenlijk alles wat je nodig hebt tijdens een periode om een tentamen te maken, dan kun je daar terugvinden. Brightspace is het leermanagement systeem bij Avans. Iedereen gebruikt het, studenten en docenten. Maar waarom Brightspace en wat draagt het bij aan het flexibiliseren van het onderwijs? Daarover ga ik het vandaag hebben met Thijs van Dongen, de projectleider. Hey Thijs. Hallo. Je bent al een tijdje bezig met de implementatie van Brightspace binnen Avans. Ja. Neem ons eens mee. Wat kun je ermee? Wat doe je met Brightspace? Brightspace is ons leermanagement systeem. Daar vind je alle modules in die studenten gaan volgen. De studenten zijn enrolled eigenlijk, hè, zijn ingeschreven op zo'n module. En vinden daar al hun lesmateriaal, hun theorie, hun opdrachten die ze moeten maken. Een mooie vernieuwende omgeving voor een student om in te werken, denk ik. Ja, we hebben natuurlijk de ambitie om het onderwijs steeds verder te flexibiliseren in de toekomst bij Avans. Maar hoe past Brightspace binnen dat verhaal? Het idee is wel dat we een soort standaarden gaan maken. Dus als je flexibel onderwijs wil, heb je wel een soort basis nodig, denk ik. Studenten moeten niet geremd worden door het systeem, maar moeten zo gemakkelijk bij hun informatie kunnen dat dat allemaal, allemaal vanzelf gaat. En Brightspace helpt daar heel erg bij. Maar er zijn zoveel leersystemen, toch? Waarom dan juist Brightspace? In de aanbesteding hebben we vooral de nadruk gelegd op de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. We hebben geen trainingen hoeven organiseren, we hebben geen handleiding of zo. Studenten weten gewoon vanzelf hun weg te vinden. En ik denk dat dat wel een van de voorwaarden is voor een goed systeem. Oké, en als je dan kijkt naar het totale landschap van applicaties die Avans aanbiedt, welke plek neemt Brightspace daar dan in? Brightspace is een redelijk centraal systeem waar denk ik heel veel studenten en docenten dagelijks in werken. En dus is het ook belangrijk dat dat gekoppeld is met de andere systemen in de digitale leeromgeving. Zoals met Avans One, waarin de berichten komen. En zoals met het Avans StudyPath wat later komt, waar we de modules vanuit gaan maken. Dus dat vind ik een hele mooie bijdrage, denk ik, in de digitale leeromgeving van Avans. Ja. Oké, bedankt Thijs. Wij gaan even in de organisatie wat meningen peilen over Brightspace. Helemaal goed. Succes nog. Doei. Ja, het werkt wel echt perfect. Zeker vergeleken met het vorige systeem zeg maar, wat we gebruikten, werkt het, vind ik, veel makkelijker. Ook als ik het uitleg aan eerstejaarsstudenten, dan pakken ze het eigenlijk zo op. Dezelfde dag snappen ze het helemaal eigenlijk. Dus het werkt heel goed. Ja. Een van de leukste dingen vind ik zelf aan lesgeven is lesmateriaal ontwerpen. Dat is in Brightspace wel een stuk leuker en makkelijker geworden. Dat vind ik er wel prettig aan. Ja. Het is iets noodzakelijks ook, maar ja, het is denk ik voor student en voor docent allebei heel makkelijk en gebruiksvriendelijk. Ik zit in het vierde jaar, maar kan ook zien waar ze in het eerste jaar mee bezig zijn. Dus je hebt toegang tot eigenlijk alle verschillende leerjaren binnen onze opleiding. Dus het werkt eigenlijk heel goed. Ja, ik ben er tevreden over. Omdat je nieuwe mogelijkheden hebt, bedenk je ook nieuwe manieren van materiaal aanbieden, van lesstof aanbieden. Filmpjes, teksten, puzzeltjes die ik dan maak voor ze. En in de les gaan we aan de slag. Eigenlijk alle vakken, daar werk ik voor met Brightspace. Ik ben nog steeds aan het ontdekken wat ik allemaal mee kan.